Hartstikke mooi, wel allemaal, hier een klasse, hoor. Dank u, dank u wel. En hoe dat u dat maakt met die elektrische dozen? Grandioos. U weet, heren, als toneelmeester, als ik even niks te doen heb, sta ik altijd naar uw edele te luisteren, hè, tussen die doeken. En dan spelen we altijd met hem een stuk met die banjo. Ja, er hangt een huilbui als een onweder in elk van ons. Dat vind ik zo'n leuk stuk. En die muziek spreekt mijn handen, hè. Vrolijke muziek, wat u zegt, meneer Linde. En nou schrijf ik voor mijn eigen wel eens een klein tekstje. Bruiloftenpartijen, dat werkt niet bijzonder. Dat moet u niet meer voorstellen. Maar voor de aardigheid heb ik op die muziek van die huilbui dan andere woorden neergelegen. En daarin betoogde ik eigenlijk het volgende. Moet u luisteren dat er weliswaar in de mens de huilbui zit, maar aan de andere zijde er ook de lachbui, hè. In de mens als zodanig, door alle eeuwen heen en zijn eeuwigheid zijn. En dat betoogde ik hiermee. En nou worden we vanavond voor de tv opgenomen. En dan zou ik het zo mooi vinden als ik dat dan een keer met u tegen horen kan brengen. Dat ik ook daarna bekende Nederlander word dan. En daar als zodanig dan ook mijn beroep van kan maken. Hè, van bekende Nederlander. Voor de quizzen dat ik dan gevraagd word en de talkshows. Als bekende Nederlander. Zou u mij daarbij kunnen begeleiden, heren? Kan u nog een keer doen met de banjo, meneer Eskes? Kan u even omlopen? Meneer Linde, kan u even naar me luisteren? Neem me niet kwalijk dat ik me met de gang van zaken bemoei. Maar kan u even op die andere kruk gaan zitten? Ik wou van de vleugel gebruiken. Is dat toegestaan geworden? Ja, ik heb mijn handen gewassen. Kijk maar. Oké. Meneer Linde, ik moet even wat uitleggen hoe dat ik het heb ingedeeld. Kan u even naast me komen zitten, gezellig? Daar komt-ie. Moet u luisteren, meneer Linde. Kijk, ik heb het zo vooraf voorspel banjo heer Eskes. Dan dat stuk waar hij gaat blazen van... Dat. Instrumentaal noemen we dat? Oh ja. Blazen staat hier. Dat mag ook, hè, meneer? En dan heb ik een refrein, tussenstuk, weer een refrein. En dat we dan hier aan het eind ongeveer tegelijkertijd proberen uit te komen. En dan nog wat, meneer Linde, moet u luisteren. Hij doet dat blazen, doet hij met de menselijke stem. Maar ik wou uw toestemming vragen of ik dat kan doen met kam en vloer. Dat klinkt hartstikke mooi. Dat benadert de trombone meer dan de menselijke stem uit kennis en eeuwigheid zijnde. Kom en vloer, dat is net echt trombone is dat. Zullen we dat een keer proberen dan? Hoe dat klinkt? Kan meneer Eskes dan doorkomen met het voorspel van de banjo? Ja, dan komen we er daar de hand bij met kom en vloer. En meneer Linde, dan gaan we het motor op. Ja hoor. Moet je luisteren hoe dat motor klinkt. Dat is net echt. Het onderscheid. Gewoon kom op je vloer leggen, dan heb je trombone. Dat had nu al in moeten zetten hoor. Had ik in moeten zetten, maar we krijgen toch eens het voorspel van de heer Eskes? Met de banjo? Ja, maar er is maar een kort voorspel. Een kort voorspel? Ja. Jammer is dat, hè? U hebt ook liever een lange voorspel, hè, meneer Linde? Even kan wel. Kan u mij geen teken geven dat ik weet wat dat ik erbij moet komen? Dat ik niet de mist in ga als bekende Nederlander zijnde? Ja, dat deed ik er net ook. Ik geef een knik. U geeft mij een knik? Ja. En met welk lichaamsdeel doet u dat? Met uw hoofd natuurlijk. Met uw hoofd? Ja, natuurlijk. Kan u dat niet een keer voordoen dat ik weet wat dat ik aan toe ben? Nou ja, is niks bijzonders. Ik haal diep adem en ik doe dit. Oh, en dan kom ik erbij, maar kom maar, Vloer. Ja, kan niet missen. Kom maar, meneer Eskes, met de banjo. Dan gaan we het mooi opbouwen, hè, meneer Linde? Ja, hoor. Nu die knik. Dan kom ik erbij, maar kom maar, Vloer. Ja, u had nou niet hoeven te stoppen, want dat was goed. Ja, ik kreeg kriebel aan mijn bovenlip. Lullig is dat, hè? Wat doen we nou? Ik heb meneer Eskes nog één keer... En dat u mij weer die kopbal geeft, dan leg ik mijn vloer aan de andere zijde. Doe nog wel, nog een keer. Kom maar, meneer Eskes, met de banjo, hè? Dan gaan we er nog één keer opbouwen, hè? Dan zal ik goed op u letten. Dan... Zomerzon in elk van ons. Lachen is een schitterend gezicht. Maar in onze lage landen zie je zelden blote tanden. Kaak op mekaar en kom neer. Want er wordt wat afgeleden, omdat iedereen hier op heden ongelukkig of ontevrij is. Maar dan moeten we proberen af en toe te exploderen. Want als we dat verleren, gaat het mis. Dus ik pleit voor natte broeken en snikken in zakdoeken. Dat je niet meer bij wat dat je het zoeken moet. En gewoon de griepels krijgen en naar adem op tijd. Denken bij je eigen gewoon niet goed. Want er zit een lachbui als een zomerzon in elk van ons. Stel dat wij ons één keer laten gaan.
Kijk, als wij dat laten vieren, wordt het lachen, brullen, gieren. Dan krijg je hier een grote bulderbaan. Zullen we dan het allemaal maken? Hartstikke bedankt, heren. Eigenlijk waar klasse. Ja, ik heb het net uitgelegen, dames en heren. Ik ben in mijn avonduren ben ik toneelknecht. Een beetje zwak bijverdienen, begrijp je wel. En overdag zit ik in het onderwijs. Conciërge. Bij de Rijksscholengemeenschap de Meerval. Ken je dat? Daar stond anderhalf jaar geleden een advertentie van in de krant. Conciërge gevraagd, dus ik solliciteer met een brief, eigenhandig geschreven, door mijn zwager. En ik werd er uitgenodigd voor een gesprek te kennismaken als zodanig in persoon, ter sollicitantie. Kom ik daar 80 sollicitanten voor mij, dus ik denk bij mijn eigen, er wordt niks, want er waren geleerde mensen bij, academici, en ik ben geen academici. Maar de rector vraagt mij bij hem op de kamer en zegt, gaat u zitten, u komt voor de vacature van conciërge. Ik zeg, ja, heel lachbaar, hè? Maar kijk, je moest een man een beetje hoog inschalen. Hij zegt tegen mij, conciërge, hoe had u gedacht dat te doen? Ik zeg, majesteit. Ik zeg, majesteit, mijn vader zal het nee hebben en een dreun kun je krijgen. Nou, dat vond hij maar schitterend, want hij was voordat hij aan het onderwijs ging bij de stootroepen geweest. Ken je dat? En die man zat vlak voor zijn veurt en die had een beetje moeite met de zofte aanpak van vandaag de dag. En dan wouden we nog een paar mooie strakke jaren van maken. Nou, dan ben ik aangenomen als zodanig in persoon. Ik kom daar die eerste dag op de school, heel de gemeenschap verzameld in de aula. En ik moest even wachten op de gang. Toen werd ik plechtig binnengeleid. En de rector stelt mij voor en zegt, luister jongens, de nieuwe Adriaan heet Benny. Nu heb ik zo'n anderhalf jaar meegelopen, maar ik ken jullie zeggen, het onderwijs is mij als zodanig niet meegevallen. Zo! Kijk, ik heb één jaar christelijke ULO gehad, ken je dat? Toen moest ik van school op mijn vader gaan helpen in de zaak in de melkslijterij. Dus als ik aan school denk, denk ik aan mijn oude school van vroeger. Een school met de Bijbel. Ik kom daar op een school met Heibel. Bij mij op school wordt voor de lessen uit de Bijbel gelezen en gebeden. Ken je dat? En er werd ook gebeden zaterdag na het laatste uur. De meeste leraren die voegen dan God zegen voor het weekende en behouden terugkeer op maandagmorgen. Was natuurlijk achterlijk, hè? Want als je iets niet wou, was het terugkeren op maandag. Morgen, hé jongens? Ik heb er zelfs om gebeden. Lieve heer, even alsjeblieft dat dit weekend de school in de fik gaat. Ja, zonder persoonlijke ongelukken hoor. Hoogstens voor meneer Dijkema een paar lichte brandwond. Dank u wel, lieve heer. God zegen u. Dat was mijn schooltijd. Ik heb nog heel mooi leren schrijven met dik en dun. Ken je dat? Tegenwoordig maken ze de proef met een spuitbus. Als in mijn tijd zo'n leraar zei, jongens, we gaan beginnen, waren wij stil. Als nou zo'n leerkracht zei, we gaan beginnen, dan zeggen die kinderen, dat is goed, als wij er maar geen last van hebben. Erg, hè? Zo. Zorgelijk hoor aan het onderwijs. Daarom worden ze wel gedronken, begrijp je wel. Dat is de enige manier om je daar staan te houden. Als je tenminste niet lam van de drank tegen de vlakte klapt. Hè? Je hebt jongens op school, heb je een leraar Nederlands, die zei ergens morgens vroeg op de fiets of weg naar school al moet en drinken. Die man heeft twee metalen flessen op zijn stuur gemonteerd. Laat hij zijn eigen vollopen met Bacardi cola. Anders durft die man niet voor de klas. Erg, hè? Zo. Laatst moest ik die man na een schoolfeest naar huis brengen. Hij kon zelf niet meer drinken. Dus hij bij mij achterop, hè, want ik rijd motor. Had hij zoveel gedronken dat hij dacht dat ik zijn vriendin was. Ja, toen heb ik hem maar het reservewiel gegeven. Hè? Wat moet je? Komen we daar bij die man zijn woning, heeft hij geen huissleutel bij. Dus we hebben hem daar onder de carport gelegen en dan kon hij lekker doortochten. Nog geluk gehad dat zijn buurman de volgende morgen voor op was, anders was hij nog meegegeven met het grof vuil ook. Laatst hadden ze die vogel te pakken bij verkeerscontrole. Had hij zoveel gedronken, blies hij naast het pijpje. Werd het nog groen. Dus hij denkt, groen. Doorrijden! Ja, toen hebben ze zijn rijbewijs afgepakt en toen het verbod voorbij was, mocht hij alleen nog rijden van zijn woning naar de school en vice cetera. Ja, het is zorgelijk hoor aan het onderwijs. En ik heb er als conciërge als zodanig in persoon alles mee te maken, want
Dat begint al op maandagmorgen, maar dan komen wij vergadering bijeen, hè? Ik en de rector. En dan zegt de rector tegen mijn Benny, zijn er nog absenten aanwezig? En dan krijgt hij van mij iedere maandagmorgen zo'n lange waslijst. En bij die gelegenheid wil ik nog wel eens de telefoon aannemen. Dat heeft hij graag, dat ik dingen voor hem afhandel. Krijgen van alles aan de lijn is heel interessant. Dat ik laatst de bovenmeester van een basisschool. Die wou dan weten of die bij levering van 10 nieuwe leerlingen in aanmerking kwam voor een vaaffiets. En ook de grote zaken bespreekt direct met mij. Dan hadden we laatst een nieuwe leerkracht, een sollicitant als zodanig, van een andere seksuele geaardheid. Ken je dat? Nou, de rector had het daar moeilijk mee en die zegt tegen mij, wat denk jij, Benny? En wat dan zegt jij tegen mij, en ik wil het nog even omzien. Ik ken hem altijd later nog een tatoeëren. Ja, toch? Dus de rector zegt tegen mij, Benny, wat denk jij? Ik zeg, hoezo, meneer de rector? Hij zegt, Benny, vind het moeilijk hoor, andere seksuele geaardheid, we hebben er alleen. Ik ben bang dat ze zich gaan vermenigvuldigen. Ik zeg, meneer de rector, als dat gebeurt, mag ik toch blij zijn met al die afwezige leerkrachten? Maar dat is mijn probleem. Ik werk met invallers voor invallers voor invallers. Leraren stochten in waar je bij staat. Kan ik weer een ambulance gaan bellen? Ze kennen mijn stem al bij de GGD. Wij hebben uitgerekend dat het goedkoper is als we zelf een zieke wagen nemen. Erg, hè? Zo! Leraren stochten in waar je bij staat. Ik heb er 7 die ziek thuis zitten. Allemaal stress. Ja, intussen zijn er 2 weer teruggekeerd. Niet dat ze voor de klas mogen, maar ze mogen wel vervangende arbeid verrichten. Als men niet met lesgeven te maken heeft. De rector zegt tegen mij, Benny, heb je niks voor ze te doen? Ik zeg, ja meneer, op de eerste verdieping moet een kamertje worden getimmerd waar de brugglasleider zich rustig met een moeder kan terugtrekken. Ik denk dat is wat voor de jongens. De ene geeft wiskunde, de andere natuurkunde. Ik denk bij mijn eigen, daar moet toch een mooi recht kamertje van kunnen komen. Hè? Mooi niet. Het leek wel een kraakpan na de ontruiming. Nou, laat ik ze met een handkar door de school rijden en daarop leggen dan de laatste richtlijnen van de minister. En als je geluk hebt, kennen de richtlijnen van 2 dagen en 1 keer op de kaart. Ja, juist, jij hebt het goed begrepen. Jij die wel klappen, want het is zorgelijk in het onderwijs. Zeer zorgelijk. Hier, deze stofjas is in 1 nacht grijs geworden. Nu hebben wij onze maatregelen getroffen, hoor, ik en de rector. We hebben naar de medezeggingsraad, ken je dat? En ik ben sectieleider. Hadden we laatst bij mij thuis een doemiddag, ken je dat, doemiddag? Stond onder leiding van een dame van de gemeentelijke school bij geleidingsdienst. Die dame is binnen, ik kijk, zeg, zulke handen, zulke voeten. Ik zeg tegen mevrouw, die moet je erbij hebben als de suikerbieten uit de grond komen. Zegt die vrouw tegen mij, zou u noodhulen kunnen maken? Ik zeg, noodhulen? Ik denk dat de meesten liever koffie willen. Dat moet. Aan het eind van die middag zegt die dame tegen mijn vrouw, vinden we het goed dat uw mannen niet nog even gaan evalueren? Mijn vrouw zegt, dat is goed, neem de logeerkamer maar. Want mijn vrouw Truus, heel giswijf, die hebben het allemaal door. En Truus is ook bij het onderwijs, nou als zodanig ingeschakeld in persoon. Bij een basisschool als zodanig in persoon, als zodanig Truus, bij een basisschool. En ze hebben het hartstikke druk, Truus. Zo! Op maandag is ze documentatiemoeder. Op dinsdag is ze klaar overmoeder. Op woensdag is ze spoelmoeder. Spoelmoeder, dan moet ze de kinderen een fluorstoot geven. Donderdag is ze leesmoeder en vrijdagmiddag snijdt ze met de 2e klasse bamboefluiten omdat de onderwijzeres de trein van 2:50 moet kunnen halen. Ze hebben het zo druk, Truus, dat ik een hulp in de huishouding moet nemen. Werkeloze onderwijzeres. Erg, hè? Zo! Moeilijk hoor aan het onderwerp. Weet je wat mijn grootste probleem is? Wat dacht je nou, als je dat zelf mocht beslissen, wat dachten jullie nou dat mijn grootste probleem was aan school? De laatkomers, ken je dat? Heb je van die ettertjes erbij, maar van die rotsmoezen? Onderlaatst komt er een te laat. Ik zie, joh, waarom is dat? Hij zegt, te vroeg komen vind ik belachelijk, op tijd komen ken ik niet, dus ben ik te laat. Wat moet je? Ja. Kennen knap lastig staan door die gasten. Als ik zeg, luister jongen, leraren zijn ook mensen, willen ze dat eerst bewezen hebben. Maar goed, die laatkomers is voor mij een probleem, want 3 maanden te laat is corvée. Ken je dat, corvée? Nou, dan heeft de minister onlangs van hoger rang bepaald dat wij als conciërges hier te landen bij het corvée als zodanig dan rekening moeten houden met de individuele belevingswereld van het enkelte kind. Ik denk bij mijn eigen, dat kan gebeuren.
Dus ik heb die laatkomers, die koffeeën bij elkaar. Ik zeg, jongens, wie houdt er een van kauwgum? Vijf vingers de lucht in. Ik zeg, jullie gaan als een sodemieter alle lokalen langs de kauwgum proppen van onder de tafeltjes vandaan buiten. En die proppen mag je halen. En ik zeg, de rest gaat toiletten reinigen. Zegt er een, ik maak geen toiletten schoon, maar ik maak ze ook nooit vuil. Hij zegt, oh, jij draagt zeker pampers. Nee. Want je moet af en toe wel laten zien wie is in de boswachter. En daarom heb ik gelast met die kinderen. En met die leraren ook, die want als er een nieuwe komt die vervelend doet, die op zijn ponteneur staat, ken je dat? Kale deftigheid, laat maar zeggen. Dan ga ik daar het lokaal binnen met een roosterwijziging. En dan zeg ik, luister jongens, jullie zijn vanmiddag allemaal vrij. Kinderen blij natuurlijk, juichen en joelen. En als het dan weer stil is, zeg ik, oh nee, ik moet hiernaast zijn. Met zo'n leraar heb ik nooit meer last. En met die kinderen ook niet hoor, en ik moet geregeld zelf voor de klas. Nee, niet om les te geven, om toezicht te houden vanwege afwezige leerkrachten, begrijp je wel? Toezicht houden doe ik het liefst bij maatschappijleer. Ken je dat? Hoef ik alleen de videorecorder in te drukken. En wat je dan te zien krijgt. Zo! Seks, drugs, geweld, heel die ellende komt voorbij. Ja, zegt de rector, dat mot van de minister. Die zegt, die is volgens mij veel te kort gekomen. Goed, dan had ik toezicht en dan sta ik achter in de klas, want voor de klas mag je niet roken. Had ik toezicht. Had ik toezicht en dan mag ze vast een huiswerk maken voor de volgende dag. Ken je dat? Eigenaardige dingen heb je dan. Zit er een niks te doen? Gaat hij er een joh, waarom doet jij niks? Hij zegt, ik begrijp het niet. Hij zegt, kom op joh, doe even je best, dan weet je het. Nee, dat hoeft niet van de leraar. Hij zegt, ga nou niks, hoeft niet van de leraar. Nee, zegt hij, de leraar heeft liever dat ik het niet weet dan dat ik het leer zonder dat ik het begrijp. Hij zegt, jij moet Wim Kok maar opvolgen. Die maken. Luister, ik heb gelast met die kinderen en die leraren die beklaagde ik opeens. Kom ik later langs een lokaal. Eén grote pestzooi, werkelijk een noodherrie. Ik kijk er door het ruitje. Ik zie van alles richting leerkracht vliegen. Die man zenuwachtig achter zijn tas weggedoken. Ik kijk nog eens, ik zie een boterham met pindakaas. Langzaam langs het bord naar beneden zakken. Die man had wat in de groep gegooid en de groep was het nou weer teruggooien. Dus ik ga naar het lokaal binnen en ik zeg tegen die man, luister joh, je hoeft je lichaam nou nog niet ter beschikking van de wetenschap te stellen. En kijk, het zijn vooral de jonge leerkrachten die worden getroffen geworden, want die krijgen niet meer de kans om eigen te ontwikkelen. Nee, de jonge krachten worden ontslagen, de oudere leraren blijven zitten. Je hebt jongens op school hebben een leraar geschiedenis, als je die binnen ziet wankelen, dan weet je gelijk welk vak die geeft. Daar zit geen toekomst meer in. En sommige van die oudere leraren zijn al jaren thuis voordat ze definitief worden afgekeurd geworden. En dan komen ze altijd nog één dag terug in de school om afscheid te nemen. Geen mens die zo'n man dan nog kent. En dan moet er ook nog worden gezongen ook. Ken je dat? Hebben wij dat opgenomen in het leerlingenparlement, ik en de rector. En hun zijn bereid gevonden in gevallen voor komende twee klassen af te staan om de scheidende feestgangen toe te juichen op voorwaarde dat hun dan het weekend huiswerk vrij krijgen. Hebben wij laatst gelachen, moet je luisteren, hadden wij het afscheid van zo'n oude leraar. De man was al jaren thuis, dus voor zijn afscheid heb ik zijn signalement laten verspreiden. Die oude is binnen. Ik zeg tegen de rector, ah meneer, kunnen misschien even de teksten voor het zingen uitdelen? Dan kan ik de tapkast in de gaten houden. Want ik zie dan weer een paar leraren bij het koud buffet staan te scharrelen. Uit voorzorg had ik een bestek al achtergehaald. Maar ik zie dat ze met de hand de gevulde eieren en de tomaten er al uit hadden geplukt. Dus ik roep, hé hey, je bent hier niet bij het Europese parlement. Hadden ze al een tweede vat aangeslagen. Erg, hè? Zo. Dus ik ga daarheen om ze daar weg te jagen. Zie ik een van die leraren een fles sherry onder zijn trui proppen. Maar kan hem klem voor die bij zijn lokaal is. Toen zegt die vogel, je gelooft het niet. Die zegt, ja, ik heb het etiket nodig voor een les over Spanje. Ik zeg, geef mij de fles dan maar, want toevallig heb ik morgenavond een cursus drinken zonder etiketten. Afijn, luister, het zootje is weer rustig, beginnen die kinderen te zingen treurend om hem die alles gaf, staan wij hier aan het open graf.
had die Oen weer de verkeerde teksten uitgedeeld. Ik denk bij mijn eigen, dat kan ik toch alleen aan hem overlaten aan de decaan. Dat is een hele slimme vogel. Die is er nooit. Die heeft een bruin leven. Dat is een vrijgezelle jongen. Legt goed bij de vrouwen. Zo. Smiddags komt de lerares Engels wassen en stofzuigen. Dan komt de lerares Frans koken. En s'avonds komt de lerares handvaardigen. Die jongen hebben het net zin, begrijp je wel. Maar de rest hebben het moeilijk. Wat dacht je van die kinderen? Met al die opgebroken situatie vandaag de dag. Ja, als die ouders uit elkaar gaan, dan moet je tegenwoordig als kind maar afwachten. Of je wordt toegewezen aan de helft die we helpen bij het huiswerk. He? En die ouders ook, hoor, met het zwaar. Hebben we ouderavond. Ken je dat, ouderavond? Ach, dan komen die mensen binnen met die zorgelijke gezichten. Meestal de moeders alleen. Of met haar nieuwe vriend. Die daar dan bij loopt met een gezicht van, ja, hier heb ik dat wijf liever uitgezocht. Ken je dat? Dan krijgen die arme mensen 10 minuten per kind per leraar. Dan moet ik op de zoomer drukken en dan moeten hun verderop gaan circuleren. De ronde van Deetman. En dan komt heel die ellende, komt mij langs. Laat zijn moeder helemaal van open. Die had een zoon met 10 onvoldoendes. Die had het hele parcours afgelegen. Je zegt tegen mijn Penny, wat moet ik dan met mijn jongen? Hij weet niks, hij wil niks, hij kent niks. Ik zeg, hij kan altijd wel een baantje krijgen in Duitsland. Zegt ze, Duitsland, dat weet u niet te vinden. En ook erge dingen, laat zijn moeder helemaal in tranen, die wil naar buiten lopen. Ik kom de mens terug, zijn meisje komt bij Penny, zo gaan we niet alleen op de nacht in de kind. Nee. Ga nou eens even rustig zitten. Waarom moet je nou zo huilen, kindje? Vertel het eens aan Benny, dat lucht op. Wil jij een lekker jong borreltje, meid? Aan veiligheid, de mensen wat te drinken, die begint te vertellen van de dochter. Die moest van school af, die kon niet meekomen. Ken je dat? Ik zei, jij moet eens goed naar Benny luisteren. Die dochter van jou, die ken ik toevallig. Dat is zo, meid. Die hebben het hart op de goede plaats zitten. Daar straalt de hartelijkheid vanaf. Zoals jouw dochter zijn er maar weinig bij ons op school. En ben ik aan het weten van toevallig heb je er ruim 1000 rondlopen hier. Heus, die vindt een weggetje wel. Zal Benny jou eens wat zeggen? Daar zitten we straks op te wachten. Staan we voor in de rij. Voor die meid van jou. Zo meid. En ineens zie ik die lach door die tranen breken. Want we hebben erom gelachen. En dat moet kennen, maar het is wel zorgelijk aan het onderwijs hoor. En, ik heb er zo mijn gedachten over. Hou me te goed dat ik het zeg, ik ben maar een eenvoudige jongen. Maar ik denk bij mijn eigen wel eens dit, kijk. De minister heeft van Hogerhand bepaald dat het nieuwe onderwijs moet met begrip, ken je dat? Dat moet verantwoord, ken je dat? Geen poen om het systeem uit te voeren, wat wordt uitgevoerd wordt gedeeltelijk wegbezuinigd. En ik denk bij mijn eigen wel eens dit, die verantwoorde aanpak is hartstikke mooi. Maar volgens mij is er nog nooit een generatie ouders, leraren en kinderen op zo'n verantwoorde wijze naar de knoppen rollen.